Meneer Verhoeven, hoe oud was u toen de oorlog begon? Toen was ik bijna 15. En waar woonde u? Op Kerkhoven. Kerkhoven, u heugt hier tussen de spoorlijn en de Rijksweg. Hè? Aha. Zag u eigenlijk de oorlog aankomen? U was natuurlijk nog jong. Ja. Maar u hoorde om u heen mensen waarschijnlijk daarover spreken. Ja, mijn vader die was wel van de politiek op de hoogte. Maar dit had hij toch eigenlijk niet aanzien komen, dacht ik. En het enige wat ik me nog goed herinner, dat de lucht vol vliegtuigen hing. En dat mijn vader naar boven kwam en dat hij zei, we zitten in de oorlog. Dat wist hij meteen? Ja, dat wist hij meteen, ja. Hebben jullie toen de radio aangezet? Ja, natuurlijk. Ja. En hebben jullie toen een boze koningin gehoord? Een boze koningin? Ja. Toen ze capituleerde, bedoel je? Of, Ja, nee, bij de invasie op 10 mei heeft ze het volk toegesproken. Maar dat is al best, maar dat weet u niet meer. Nee. Nou, het eerste wat u van de oorlog merkte, dat waren die vliegtuigen, hè? Ja. Wat waren er nog meer voor aanwijzingen dat het helemaal fout zat? Ja, toen de Duitsers binnenkwamen, daar herinner ik me nog goed, over de Kerkhovense straat met paard en wagen en allerlei materieel. Paard en wagen? Zo'n... Paard en wagen, ja. Ze hadden allemaal paarden en een heleboel wagens. Maar die kunnen toch nooit met paard en wagen uit Duitsland helemaal naar Oostenrijk zijn gekomen? Ja, zal toch wel, denk ik. Want... Ja. En waar streken zij neer? Ja, bij de boeren in de schuur. Hè. Moesten de schuur leegmaken en ruimte maken voor die paarden. En dan heb je het allemaal ingekwartierd. Die soldaten binnen, of de soldaten niet, de officieren. En de soldaten die hadden een ander onderkomen, denk ik. Ja, die officieren, daar hadden jullie dus gewoon rechtstreeks contact mee. Ja. Wat waren dat voor mensen? Ja, wat waren dat voor mensen? Ja, daar keek je tegenop als 15-jarige, hè? Ja. Met zo'n mooie kostuum aan en een uniform aan. Ze maakten indruk op u? Ja. Ja. En uw ouders, hoe reageerden die op... Ja, mijn moeder was overleden. Mijn vader was... die was anti-Duits, hoor. En dat liet hij ook merken? Nou, aan die Duitsers niet direct, maar aan ons wel. Want ik wilde op een gegeven moment nog zo genietig zijn dat ik met die Duitsers meehielp. Met de een en ander neerzetten. Dan zegt hij, Kees, kom maar. Dus die riep hij me terug. Ja. Ja, maar verder, ja, je deed ermee aan, hè, met die Duitsers. Nou, je had niet veel keus, hè? Ja, nee. Hoeveel van die officieren zaten bij jullie ingekwartierd? Een stuk of vier. Nou. Ja. En die aten mee aan tafel? Nee, die hadden zelf een keuken, hè. Oh, die hadden hun eigen keuken meegebracht? Ja. Die stond buiten ergens onder een afdak? Ja, die stond buiten opgesteld. Ja. Of bij een andere boer. Ik weet niet meer precies. Maar zo 's avonds, hè, dan kwamen die officieren naar de boerderij toe, maar die bemoeiden zich niet met jullie? Nee, nauwelijks. Nee, ja, er liepen een paar meisjes rond, die zagen ze natuurlijk graag, maar verder... Liepen een paar meisjes rond, die vielen op die officieren. Zussen. En werd dat beantwoord door die officieren? Nou, die officieren die zochten wel contact, ja. Maar de meisjes minder. Duitsers in Oostenrijk, het dorp, om het zo maar eens te zeggen, hoe reageerde het dorp op dat binnentrekken van die Duitsers? Ja, Vesterde de soldaten, zei u, die zaten ergens anders ingekwartierd. Waar was dat bijvoorbeeld? Ja, ook verspreid over die boerderijen. En later hadden ze een barak geplaatst. En daar waren de soldaten ondergebracht. Hmm. Dat was aan de heusse baan. Waar waren ze zo de hele dag mee bezig, die Duitsers? Ze kwamen de paarden verzorgen. En dat was het grootste werk wel wat ze deden, denk ik. Hmm. Veerde poetsen. Ja. Ja. We hadden het net al over uw contact met die Duitsers. Hebt u
Behalve dan met die officieren, zo af en toe is ook nog contact gehad met andere Duitsers. Ja, in de loop van de dag liep je zowel eens tegen het lijf, dan had je wel eens een gesprekje, maar toch vrij weinig. Ja. Ja. Ze liet ook niks los over de politieke situatie. Nee. Dat zo van, ze. Wij hebben jullie bezet, maar dat mocht eigenlijk niet. Of, nee, dat is juist goed. Nee. Sorry. Er werd niks... er werd niet over politiek gesproken. Ja. Soms wel. Een oude, die wel eens ooit zo zat te schudden van als je de radio hoorde. Als Hitler erop was. Met zijn kwerkstem. Maar nee, oh, verder. Hij zat te misprijzend met zijn hoofd te schudden. Ja. Dat was toch duidelijk dat hij het er niet mee eens was? Nee, die was het er niet mee eens. Ja. Maar ja, die durfde ook niks, hè? Nee. Bent u wel eens bang geweest? Nou, matig. Dat viel toch mee, over het algemeen. Later begonnen ze lichtkogels uit te gooien en die lekten wel eens. En we hadden een rieten dak. Dus we waren wel eens bang dat er brand kwam. Maar... Wie gingen die lichtkogels uitgooien? Ik denk de geallieerden, hè. Ja. En maar over welk jaar ongeveer hebben we het dan nu? Ja, dan hebben we het misschien wel over 44. Ja. Ja. En waar waren die lichtkogels voor nodig? Nou, er zat een Wehrmachtverplegingsamt en het was allemaal verduisterd, hè. Dus die vliegers die moesten zich oriënteren. En ik denk dat ze de Wehrmachtverplegingsamt, dat zat op de leerfabriek, dat ze daar wel oog voor hadden, maar zeggen dat ze die wel wilden bombarderen eventueel. Of, ja, dat is nooit gebeurd, hè? Dat zeg je? Dat is nooit gebeurd, hè? Dat is nooit gebeurd, nee. Nee. Weermachtsverplegingsamt, waar diende dat voor? Nou, die hadden allerlei opslag, hè. Er kwamen wagons met voedsel aan en met drank en met sigaretten. En dat werd allemaal opgeslagen in de leerfabriek. Het was een soort van distributiepunt. Ja. Ja. WVA, wij vertaalden het als wij vatten alles. Hij deed, dat sloeg op de Duitsers. Dat sloeg op de Duitsers, ja. Bent u daar als jongetje van 15 wel eens heen gelopen om eens te kijken hoe het allemaal ging daar? Nee, dan kwam je niet binnen. Dat werd goed bewaakt, hè? Ja. Ja, nee. Er waren ook een aantal Oostenrijkers die onderdoken, hè? Ja. Op het moment dat ze aangewezen werden om naar Duitsland te gaan om te gaan werken, ja. In het kader van de arbeidseinsatz, zoals de Duitsers dat noemden. Hebt u van die onderduikers gekend? Wij hebben er een paar gehad. Op de boerderij? Op de boerderij. En die officieren waren er ook? Nee, die waren er toen niet. Die waren weg? Die waren er toen weg, ja. Ja, die Duitsers die trokken ook af en toe weg, hè. Daar werden de anderen weer ingezet. Mm-hmm. Maar wij hadden onderduikers. Ja, één tegelijk, meestal. Maar we hebben er een paar gehad. Dat greep wel in op het gewone leven van het gezin. Die vreemde mannen over de vloer. Ja, min of meer, maar dat was toch gauw bekeken. Kaplaan die zorgde voor die onderduikers. Hè, die... Wel, was dat Kaplaans legers? Ja, onder andere. Ja. Oh, die kwam op een gegeven moment binnen van... Meneer Verhoeven, wij hebben onderduikers, wil je die opnemen? Ja. Was er twijfel bij uw vader? Ja, mijn vader die was alleen en we hadden 12 kinderen. Dus een heel groot gezin en die voelde zich verantwoordelijk voor de hele club. Dus als je dingen deed die aan de oppervlakte kwamen en die niet goed waren, ja, dan werd hij misschien opgepakt en ja, daar was hij wel bang voor. Ja, maar niettemin. Gaf hij onderduikers onderdak? Ja. Ja, dat is toch wel moedig. Ja. Is er ooit een moment geweest dat er echt alarm geslagen werd omdat jullie bang waren dat de Duitsers binnen zouden vallen? Bij jullie, vanwege die onderduikers? Nee, bij mij niet. Nee, bij ons, nee. Hoe lang bleef zo'n onderduiker bij jullie? Nou, die is er denk ik een maand of 3-4 geweest. Ja. De meeste, ja. We hebben er 2 gehad. Hmm. En waar bleven die daarna dan? Ja, de eentje die was er tot na de oorlog.
En de andere, die is ergens anders ondergebracht, denk ik. Ja. Ja. Er was veel schaarste tijdens de oorlog. Gebrek aan van alles, hè? Van alles. Wat betreft voedselschaarste, hoe was dat gesteld hier in Oosterwijk? Ja, ik herinner me nog dat er een slogan was van Nederland voedt zichzelf. Nederland voedt zichzelf, moest dus voor zichzelf zorgen. En de boeren die werden eigenlijk een beetje verplicht om gewassen te verbouwen die geconsumeerd konden worden. En ook de dieren werden toegewezen, zeg maar. Je kreeg, wij hadden bijvoorbeeld 2 koeien. En de buurman die had er meestal 6 of 7. Maar dan moesten we allemaal vee inleveren om de mensen aan het eten te houden. Hè. En dan werd er een beetje geleverd dat dan geslacht kon worden. En ook de granen werden geschat. Dus je had een hectare graan, zeg maar. En dan kwamen mensen taxeren van wat zouden opbrengen. En dan moest je ook dat graan leveren aan de regering. De regering tussen aanhalingstekens. En dan werd dat gedistribueerd. Iedereen had distributiebonnen. En die onderduikers, die hadden dat niet natuurlijk, want die waren er niet. En die moesten dan ook voorzien worden van de graan en meel. Dus wij moesten af en toe in de zak roggen naar de bakker brengen. Dat hij dan weer ook voor die onderduikers kon zorgen. Hè? Zorgde het verzet niet voor bonnen, voor die onderduikers? Jawel, zoveel als ze konden wel. Maar er was veel nodig. Nou. Schaarste aan voedsel was er. Hebben jullie zelf honger geleden? Nee. Nee, jullie mochten zelf wel iets houden. Ja. Jullie hoefden niet alles af te staan. Jawel, het werd van de bonnen afgetrokken. Hè. Als je een varken slachtte, dan werd dat gewogen. En dan moest je daar ook vleesbonnen voor inleveren. Maar die mensen die varken kwamen wegen, dat waren allemaal boerenjongens. En die knepen wel eens een oogje dicht. Ja. Ook als we aan dorsen waren, dan werd er wel eens de zak achterover gedrukt. Dat ze niet wisten. Dus daar bleven we van aan het eten, zeg maar. Ja, precies. Het was geen luxe, maar we hadden geen honger. Nee, nee. En je had op de boerderij had je aardappelen en brood of graan en eieren. En, En u ging tijdens de oorlog nog naar school, veronderstel ik, hè? Ik ging naar school. Wat zei je? U ging gewoon iedere dag naar school. Ja, dat heeft met die schaarste niks te maken. Ja, want ik was 15, ik was van school af. Oh, u was van school af? Ja. Maar ik ging wel naar de avondcursussen en zo. Ja, ja. Ja. Een heel bekende beweging tijdens de oorlog, en ook voor de oorlog al, was het zogenaamde Zwart Front. Ja. Van Arnold Meijer. Mm-hmm. Hoe actief was de Zwarte Front tijdens de oorlog? Tijdens de oorlog heb ik er eigenlijk weinig van gemerkt. Maar voor de oorlog, mijn vader zat in de gemeenteraad. En er zaten er ook een paar zwartfronters in. Onder andere Boer van Dal hier en Van den Boogaard, de drukker. Maar daar had je het niet mee. Dat weet ik wel, dat was voor de oorlog dan. Dus onze pa die was van de staatspartij destijds. En dat zwartfront, daar ging er tegenin en die hadden behoorlijk grote mond, dan was je een beetje zenuwachtig over. Ja. Dat vond hij niet leuk. Maar en Arnold Meijer zelf, de grote leider, vertoonde hij zich ook wel eens op het gemeentehuis? Dat weet ik niet. Hij zat niet in de raad? Hij zat niet in de raad. Nee. Nee. Wat voor man was dat? Arnold Meijer? Ja? Ja, hij was een oud priesterstudent. En was een flinke man. Hij kwam met een rijtuig, of op het paard kwam hij hier naar de Johanneskerk. Zat hij op een paard en kwam hij daar mee naar de Johanneskerk? Ja. Op zondag? Op zondag. Naar de mis? Ja, ja. Ja. En later, toen ik bij de Boerenbond was, toen ben ik er nog alles geweest. En toen heeft hij me wel eens gezegd, ik had eigenlijk nooit aan de politiek moeten beginnen. Dat, zei hij dat? Dat zei hij toen zelf, ja, dat was een jaar ver na de oorlog. Na de oorlog? Dat ik contact met Arnold Meijer.
Die heeft toen met Ozef gebouwd, hè? Dus u had na de oorlog contact met Arnold Meijer? Ja, via de Boerenbond, hè? Via de Boerenbond? Hij nam ook kunstmest af en zo. En hij had wat kalkoenen en hij nam ook veevoer af. En u werkte bij de Boerenbond? Ja, ik was zaakvoerder. Ja, ja, ja. En toen heeft hij gezegd, ik had nooit aan de politiek moeten beginnen. Dat heeft hij toen gezegd, ja, dat weet ik nog goed. En lichtte hij dat ook toe? Nee, toch niet. Maar ja, het was best een aimabele man eigenlijk, als je er zo contact mee had. Maar ja, hij had een andere denkwijze. En de Zwartfront was destijds, ja, toen was het ook crisis, hè, in de jaren 30. En ja, toen meende hij dat je toch op moest komen voor die arme boeren. Ja, en die hadden het ook niet breed. Hij liet zich inspireren door de situatie in Duitsland, veronderstel ik, waar Adolf Hitler goede economische maatregelen trof. Dacht hij. En dat inspireerde hem, ja. Dus het was eigenlijk wel, om het zomaar te zeggen, een idealist. Dat was hij, beslist. Ja. Maar op een gegeven moment is het helemaal afgelopen, hè, met het Zwart Front. Ja, 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 ja. Ja, dat is doodgebloed, ja. Ja. Hoe kwam dat? Ja, hoe kwam dat? Het is toch wel van een oorlog, denk ik. Hè? Ja. Hij was destijds wel kameraad met Mussolini en met Hitler op een of andere manier. Maar hij heeft ook nog in de school hebben ze me nog vastgezet. Het verzet heeft Meijer daar nog in gezeten. Waar hebben ze vastgezet? In de Indianerschool was toen destijds een onderkomen. Op daar zetten ze die oorlogsmisdadigers, zetten ze daar in die school vast. Ja. Die werden bewaakt door het verzet. Over het verzet gesproken, hè? Kwam daar veel over bij jullie thuis binnen, wat over hun activiteiten? Nee, daar kwam niet veel van binnen. Nee. Je had enigszins voor het verzet. Maar weinig direct, zeg maar. Nee. Nou. Ja, want je hebt na de oorlog kwamen er allerlei verhalen los, hè, over de rol die ze zouden hebben gespeeld. En... Ja, er zijn wel groepen geweest die actief waren in het verzet, maar daar heb ik nooit in gezeten. Nee. Jij was u ook te jong voor, denk ik, hè? Of schoon? Ja. Einde van de oorlog was u 20, hè? Ja, was ik 20. Hebben ze nooit tegen u gezegd, jij moet naar Duitsland om te werken? Ja, dus nee, naar Duitsland eigenlijk niet, want ik was hoofd van de boerderij bij ons. Mijn moeder was overleden. Mijn vader was kassier van de Boerenleenbank en zaakvoerder van de Boerenbond. Dus die was eigenlijk... U was onmisbaar op het bedrijf. Juist. Ja, precies. Ja. 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 De bevrijding, hoe hebt u die beleefd hier? Ja. 1944? Ja, eigenlijk heel rustig, maar we hebben een dag in de schuilkelder gezeten, of bij ons in de kelder. En die granaten die floten over ons hoofd, maar 's morgens vroeg kwam iemand uit het dorp bij ons melk halen. En die zei, we zijn bevrijd. En hadden wij jullie woonden achteraf. Hadden we nog genergen naar de kerk over. Ja. Ja. Maar toen was het... Maar hebben jullie iets gehoord van al dat oorlogskabaal dat zich in en rond Oosterwijk afspeelde? Ja, het schieten, dat was natuurlijk niet van de lucht, hè. Dat was elke dag werd er geschoten. Ja. En er viel de V1. Die is er bij ons eentje gevallen. Maar, er viel een V1 bij jullie in de buurt? Ja. Ja. Dat ding maakte een geweldig herrie en als hij begon te rottelen, zeg maar, begon te stotteren, dan viel hij. En wij lagen in bed en op een gegeven moment viel hij zo, ik denk 100 meter van ons huis vandaan. En mijn broer, die trok in een keer de dekens over zich heen en ja, dat was goed, want de ruit die viel op ons bed. Ja. Ja. Was het na de bevrijding? Dat was die V1's.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel. Het was in ieder geval in de buurt van de bevrijding. Hè? Ja. Nou goed, jullie kregen te horen dat Oosterwijk bevrijd was. Jullie allemaal blij. En trokken jullie toen naar het dorp om dat te vieren? Ja, ook mee. Tuurlijk, dansen rond de lichtmast, zei ze toen. Hè? Dansen onder de lichtmast, ja. Ja, dat was wel een echte bevrijding, een feest. Ja. Beslist, ja. En die Engelsen en die Schotten, die kwamen met ander materiaal. Die kwamen niet met paarden en wagens. Die hadden toen van die tanks en die Rus, die kleine carriers, geloof ik dat ze noemden. En jeeps. Ja. En er is ook een vliegtuig neergeschoten bij ons, hè? Die zweefvliegtuigen die toen naar de... Operatie Market Garden. Ja. Oh, er is een zweefvliegtuig bij jullie op het weiland terechtgekomen. De zwever, ja. Dus en bent u daar toen heen gegaan? Daar zijn wij vaak geweest, ja. Dat ding lag daar maar. Hebben jullie hem een beetje gesloopt? Ja, mede. Ja. En mochten jullie dat zomaar? Ja, daar was nog discussie over van waar is dat ding gebleven en wie heeft dat gesloopt en zo. Maar er heeft bij ons lang een as in de schuur gelegen die van die jeep afkwam, dat weet ik wel. Ja. Van die jeep afkwam, die zat in dat zweefvliegtuig. Ja. Ja, die heeft Arnhem niet gehaald. Nee. Trouwens zeg ik niet naar Arnhem, maar naar gebieden rondom Arnhem, hè. Oké, de zogenaamde moffenmeiden, ik vind het een lelijke term, wat weet u daarvan? Ja, wat weet ik daarvan? Die werden niet zo netjes behandeld na de bevrijding, of ja, met de bevrijding. Wat gebeurde er met ze? De meeste werden er haren afgeknipt, hè. En die kregen, die werden aan de schandpaal genageld, zeg maar. Ja. Maar heeft dat lang geduurd? Zijn ze lang vastgehouden? Nou, dat dacht ik toch niet zo lang, man. Nee. Ja. Hoe werd daar tegen aangekeken? Ja, blijkbaar een aantal mensen keurden het erg af en begonnen die meisjes keil te scheren en zo. Maar waren er ook mensen die er anders tegen aankeken? Dat denk ik wel, maar die uiten zich daar niet. Maar de meesten waren toch maar tegen, hè? Ja. Tegen die meiden. Ja. Kende u nog, behalve die meisjes, nog andere personen, mannen, die met de Duitsers heulden? Ja. Nee, nauwelijks. Nauwelijks. Ja. Nee, ik zou ze niet kunnen noemen. Is er iets waarvan u zegt, dat hebben we in dit gesprek nog niet aangeroerd, maar dat wil ik toch nog wel even kwijt? Ja, er is veel gebeurd en ik ben eigenlijk, is het jammer dat we geen dagboek bijgehouden hebben. Hè? Want er is, het was echt een spannende tijd met allerlei activiteiten die er waren. En ooit was het wel eens erg spannend en wel leuk. Spannend en leuk. Ja, spannend en leuk. Kunt u een spannend moment opnoemen? Ja. Wij gingen wel eens ooit dansen bij een boer in de schuur. En dan was het wel eens ooit van... er is een overvalwagen, hè. Dan kwamen ze kijken of dat ze jongens mee konden nemen voor Duitsland. En dan was wel eens ooit snel wegwezen. En... van de andere kant was het ook wel weer leuk dat je daar zo illegaal kon dansen, zeg maar, want dat mocht ook niet, hè. Ja, want die mag is altijd leuk. Ja. 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 Maar u had een bewijs dat u niet naar Duitsland hoefde. Nee, ik had geen bewijs. U had geen bewijs? Oh. Tenminste, dat kan ik niet, nee. Dus u wilde wel wegwezen? Ja. Ja. Ander spannend, angstig moment misschien nog? Ja, de munitietrein, hè, maar daar zul je wel al meer gehoord hebben, denk ik. Munitietrein. Ja, daar hebben de meesten het wel over. Ja. Ja. Die werd beschoten toen waren wij op het aardappelveld, weet ik wel. Maar op flinke afstand
Van de stations, van de... Nou, wat zal het geweest zijn? 500 meter, denk ik. Waar nou Opstalan zijn fabriek heeft, daar hadden wij een aardappelveld. Oh, dat was toch redelijk dichtbij? Ja, dat was er niet zo erg veel vandaan. Ja. Die jagertjes kwamen bij ons over het veld. En, wat deden jullie? Hoe reageerden jullie daarop? Heel hard weglopen. en af en toe vallen als er geschoten werd. Hoe lang duurde dat? Ja, dat duurde half uur, denk ik. Ja. Ja. Het is onbegrijpelijk dat er geen doden zijn gevallen. Nou, dat zeker. Ja. Ja. En toen dat voorbij was, bent u toen heel voorzichtig in het dorp gaan kijken? Nee. Mijn vader was in het dorp, die was bij de Boerenbond, die was in de Molenstraat. Hè. En die had daar ook in de kelder gezeten. Zolang dat je trein uitgeploft was. Hmm. Maar we waren wel bang, ja. Ja. Ja, maar we gingen niet naar het dorp kijken. Dat was later. Ja. Ja. Oké. Bedankt voor dit gesprek. Ja, graag gedaan.